Til anticipeerde niet onaardig en doet dat nu nog beter. En is er toch sprake van een Birigiti. Ja. Boadu vindt het prima, want hij scoort bij zijn basisdebuut. Goed weggedraaid door Til. Wordt dit dan de eerste goal hier op de Oude Meerdijk? Seuntjes. En dat is hem inderdaad. 0-1 Boadu. Daar waar Emmen de beste kans kreeg een paar minuten geleden, komt AZ op voorsprong door Boadu. De jonge spits die vorige week ook al scoorde. En nu dus hier in Emmen opnieuw. 0-1. Balletje van Koopmeiners. Dat geldt ook voor deze bal van Seuntjens. En dat geldt ook voor deze bal van Idrissi. En dan is dit Boadu. En dan is het een pracht van een treffer. Nog geen anderhalf minuut bezig. En wat heerlijk uitgespeeld. En zo is het alweer een heel vroege voorsprong. Goeie bal van Idrissi. Boadu. Boadu. En dan is het raak. Dan is het eindelijk raak voor AZ. Prachtige steekbal van Idrissi. En Boadu blijft heel rustig, schuift hem onder Abrahamsson door. En op een lekker moment, zo vlak voor de rust. Arsjvast denkt is goed, Boadu en daar is de derde. Het gaat hard. Als een kaartenhuis stort Fortuna in elkaar in een paar minuten tijd. Het ging zo lang zo goed. Idrissi. Twee, drie man voor zich. Hoe ga je dan langskomen? Hij komt er langs en daar is hij dan. De gelijkmaker. Stenks, Boadu bij je natuurlijk. Paasje op Boadu is goed. Het doelpunt is daar. Uitstekend uitgespeeld. Fraaie treffer van AZ. Hij de doelpuntenmaker. De Wit vraagt. Staat er nog steeds. Och, wat een vrijheid. Onvoorstelbaar. Zelfde koppel, Stenks op Boadu. En het is 3-1. Nu misschien de mogelijkheid om de gelijkmaker voor Boadu. Boadu doet het, het is 2-2. Daar is dan zo'n moment, je weet dat hij het kan. Eén kans kan voor hem genoeg zijn. Oh, en Wijndal is in aantocht. Idrissi heeft het gezien. Wijndal, weer zo'n aanval. En nu wordt het wel afgerond. Dan is het 1-0 voor AZ. Een combinatie die we al een aantal keren gezien hebben in deze eerste helft. En nu tot het eindstation. Vlekkeloos uitgevoerd. Goeie bal zeg. Wijndal, bijna Boadu. Stenks nog. En het schot van Svensson. Boadu, 2-0. Dat is lekker voor AZ zo op slag van rust. Twee doelpunten in 3 minuten tijd. Hier misschien nu wel. De paas van Stenks. Boadu. Boadu, ja, dan is het wel raak. Net op het moment dat je vertelt dat PSV het allemaal goed onder controle heeft, is daar de combinatie Stenks-Boadu. Meegelopen is Wijndal. Wijndal 2-0. AZ slaat binnen 2 minuten twee keer toe en weer is het Boadu die het doet, nu op aangeven van Wijndal. Boadu, knap meegenomen. Boadu, raak, binnenkant paal en 3-0. Daar waar hij al de hele avond op loert. Myron, Boadu. Op zo'n wedstrijddag. Aftrap pas om 9:50 lokale tijd. AZ probeert zoveel mogelijk het eigen tijdschema aan te houden. Is dit hem? Ja, daar is hij dan. Eindelijk de 1-0. Myron Boadu. Nummer 3. September 77, toen de thuiswedstrijd in 11-1 eindigde. Dit is de volgende, dat is de 5e. Dat is dus een evenaring van het record, Myron Boadu. Mietje, Svensson. Voorzet levert de tweede treffer op. Boadu loopt hem erin. En dan is het toch dus nog op slag van rust. 2-0 voor AZ, daar waar ze voor speelden. Mitje voetbalt zich de ruimte richting De Wit toe. En dan mag Stenks door. Kan het zomaar 0-3 worden? Dat wordt het ook.
Dat wordt het ook. Daar waar Utrecht dicht bij 1-2 is, slaat AZ genadeloos hard toe. Voorwerk van Mitchell. Dan Stenks en dan Boadu. Oh, hamer. Dat is onhandig. Gelukje misschien wel, kun je ook zeggen, voor Idrissi. Idrissi. En Boadu. Dat is knap raak, zeg. Myron Boadu met zijn 10e van het seizoen. En AZ op voorsprong in Zwolle. Nu gaat hij binnen. Heeft AZ toch dat doelpunt te pakken. Als de extra tijd bijna daar is. AZ op 1-0, net als op 17 maart. Boadu. Bal binnen. Boadu. Boadu doet het. En dan heeft het maar even geduurd dat Heerenveen op gelijke hoogte is geweest. Stenk Svensson. Svensson laag, Boadu 2-0. Zo. Dat snijdt er ook wel eventjes doorheen. Dit is een prachtige aanval van AZ. Niks op aan te merken. Klaassen jaagt door op Blind. En dat zorgt voor balbezit. En een kans voor Boadu om de score te openen. En dat doet hij. Het is de 4e minuut. En Myron Boadu scoort weer in een wedstrijd tegen de traditionele top 3. Nog een keer Wijndal. Balletje laag. En daar... De poging van Wijndal zet er. En dan zit hij binnen. Heeft AZ toch de gelijkmaker te pakken. Is het Boadu die je maakt halverwege de tweede helft. Ninai. Verliest de bal. Nou. Uitgelezen kans voor AZ. De Wit kijkt. De Wit wacht. En Boadu krijgt de gelegenheid om zijn tweede van het seizoen te maken. En AZ wat lucht te geven. Ja, hij weet het. Op Karlsson, Karlsson dan naar Boadu. Nu moet het dan met links doen en dat kan dus ook. Koopmeijer is met de assist en hij verdient de strafschop en maakt de 0-2. Wijndal. Daar is Boadu, het is nog geen buitenspel. Het is 2-0 voor AZ. Met het grootste gemak scoren ze daar waar Vitesse veel beter is. Hier gaat Mietje aan de wandel. Hele goede bal trouwens. En een schitterende goal voor AZ. Boadu rond het af. Daar zien we weer de oude Boadu. Niet aannemen, maar gewoon afronden. Wijndal. Jesper Karlsson. Stenks ligt op snelheid. Wordt nu bediend. Kelvin Stenks. Dit is het moment om toe te slaan voor AZ. Boadu. En wat een mooie goal is dit voor AZ. Weer Myron Boadu. En daar is dan alsnog de derde voor Alkmaars aanstreek. Schitterende aanval. Zugawara. Doorgelopen Evgen. En daar een handje kiesbouw. Oh, Boadu. Oh, krijgt de herkansing. Gelukkig maar. Doorlopen Wijndal. Wijndal die zelf wil. En daar staat Boadu daar nog om het af te ronden. Een prettige goal voor de spits. Ja, zijn Wijndal, het is toch eigenlijk mijn doelpunt, tenminste zoiets. Nee, maar het is van Boadu, hoor. Nee. Echt niet. Was nog niet over de lijn. Nu kan AZ eruit. Er is nu ruimte voor Alkmaar. Het is ook een schitterende bal van Stenks. Zo valt er wel wat te genieten in het eerste kwart van deze wedstrijd. Boadu. Boadu zelf. Boadu! 1-1. Myron Boadu. En die goal valt toch behoorlijk uit het niets. Want Feyenoord heeft gedicteerd in het eerste kwart. Maar daar is hij. Wijndal. Wijndal, mooie bal van Wijndal. Boadu voor zijn tweede. Zo is het gelijk. 2-2. Prachtige paas, abnormaal. Want de assists in deze wedstrijd zijn van een hoog niveau. Wijndal kan er eentje bij schrijven. Ver, een linkerbal van Bijlo. Daar ligt het nu helemaal open. Boadu met zijn derde. Drie keer Myron Boadu. Wat een fout van Bijlo gaat daaraan vooraf. Even dreigde te gaan schieten. Svensson legt hem daar goed terug. Gudmundsson, Stenks. Nou, dat is dan 1-0 voor AZ. Ja, dat kan niet meer missen voor Boadu. Geweldig door het midden gespeeld in de 4e minuut. Maakt AZ een prima doelpunt via Myron Boadu. Dan moet je niet gaan knoeien.
Want dan geef je zomaar Boadu de ruimte. Boadu de ruimte om uit te halen. En dan heeft AZ alsnog de voorsprong te pakken. En niet uit een vloeiende combinatie, maar omdat RKC knoeit. Zijn 13e treffer van het seizoen. Mooi aangenomen door Stengs. En de redding, buitenspel of niet voor Boadu. Hij scoort. De vraag is, stond hij op het moment van het schot buitenspel of niet? Er is niks onreglementairs gebeurd. Mietje neemt zo over. Nou, Boadu. Krijgt de bal net wat achter zich, maar oh, dat is heerlijk gemaakt. Fraai doelpunt. En daarmee komt hij gelijk met Teun Koopmeiners. Gedeeld clubtopscorer nu.